Nog meer nieuws uit Den Haag. Op 1 oktober dit jaar gaat na 60 jaar de Groningse gaskraan definitief dicht. Welke boodschap zendt u vandaag richting Groningen? Ik zou hem niet te groot willen maken, want we hebben natuurlijk dat al tegen Groningen gezegd. Dus het is niet zo dat ik hier stoer, of Hans Velbrief stoere aankondigingen doen. We hebben natuurlijk eerder gezegd, we willen af van die gaswinning. En ook eigenlijk wel gedacht, dat moet toch kunnen dit jaar per 1 oktober. En ik ben blij dat dat ook echt kan. En is het toch niet een beetje een dubbele boodschap als u tegelijk zegt, als we een strenge winter hebben, dan gaat de gaskraan wel degelijk weer open? Nou, dan moet er wel meer gebeuren. Een strenge winter in combinatie met problemen met de gasberging. Dus dan heb je echt wel een soort perfect storm te pakken. Perfect storm? Perfect storm. Perfect storm te pakken. Perfect storm. Ja, perfect storm te pakken. Vet. Ja. Ja, ik vind het wel een risico wat je neemt. Hè. Strenge winter, geen gas meer. Dan bind je het spek op het varken. Hoe zeg je het varken op het spek? Spek. Kat op het spek. Kat op het spek. Nou ja, in ieder geval, je neemt een heel groot risico. Ja. Je kunt niet geloven in die global warming, dat het allemaal maar oplost. Straks hebben we een strenge winter en we hebben geen gas meer. En dan? Dat gaat dit volk niet Zou jij pikken. Groningen opengooien? Dat? Ik zou in dat geval, dan moet je weer gaan zeggen, nou ja, gooi Groningen maar weer open. Ja. En dan moet je die Groningen weer Jij bent weer heel erg van het kamp Helene van Rooyen die zegt, lekkende borstprotheses zijn een groter probleem dan alles wat er in Groningen gebeurt, toch? Nee, ik ben intussen weer van mening veranderd. Oh, je bent weer ik vind Groningen een veel groter probleem dan lekkende Maar gewoon Groningen als provincie op zich? Dat vind ik ook een probleem. Ja. Ik vind Groningen is wel een klagend volk. Maar wat is nou je oplossing eigenlijk voor Nou, alles? Ik zou... Ja, waarom ga je dit nu in één keer beloven? Het gas dicht. Je had ook even je mond kunnen houden en het langzaam dicht kunnen draaien. Ja, maar hij heeft het over een perfect storm. Dus er moet én een strenge winter komen en er moeten grote problemen met de gasopslag Ja, dat zal dan wel weer. Dat is een perfect storm. Weet ik, maar tot nu toe hebben we de ene perfect storm naar de andere perfect storm in dit land. En jij zegt, Ruttetje, praat dan Leer niet nou voor je beurt. Van het verleden. Leer nou eens van het verleden. Nou, Emma, zit hier eens wat tegenover? Ja, ik vind Groningen gewoon een kutprovincie. Nou, waarom? Ja, ik vind het gewoon, het waait er altijd. Het is vlak, er is niet heel veel te doen. Het is niet super. Het is commerciële televisie. We bereiken eigenlijk het hele land. We proberen het gewoon een man aan 12 provincies. Ja, ik probeer er ook tegenover te zetten, weet je. Gewoon van, het wordt wat is er nou echt leuk aan Groningen? Noem één ding. Nou, het ligt in het noorden. Hè. Ja. Daar begint het mee. Ik vind dat vlakke van Groningen heel aantrekkelijk. Ik ook. Kale en dat vlakke. Dan kan je ook naar Noord-Holland. Nee, joh. Noord-Holland is ook vreselijk volgebouwd provincietje. En wat er in Noord-Holland gebeurt... Nou, helaas storten de huizen in Groningen. Maar wat ik zo leuk vind aan Groningen... zijn die echt die authentieke dorpjes. Met die grootse stadse boerderijen. Hè, dat je zo'n dorpje binnenrijdt en denk je... potverdorie, Winschoten, wat ben je toch mooi. Wat ben je toch mooi. En je hebt daar de Eemshaven, waar je heerlijk naar containers kunt kijken. Zeehondjes. Krioelten van de zeehonden. Je hebt er van alles. Je hebt er een grote stad. Nee, ik ben echt pro-Groningen. Jullie zijn echt pro-Groningen? Ja, pro-Groningen. Ja, echt, van alle provincies? Maar jij vindt dat over die scheuren heb je het soms wel eens... van kan wel wat minder in die huizen. Nou, dat wordt toen Helene van Rooyen zat, was je nog heel erg unisono. Toen zat Helene van Rooyen hier. Die zit hier met Emma Wortelboer. Nou, vind ik die scheuren wel weer. Oké. Okay. Nou.